Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1, het energetisch ontwaken, naar fase 2, het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3, waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high-end soul-aligned business. Dus, ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen, go for it en geweldig dat je erbij bent. Podcast 220. Innovatiekracht, de rol van deepfake therapie en mediumschap in het nieuwe rouwen met Leonieke van der Marel. Een aantal jaar geleden leerde ik Leonieke van der Marel kennen. En Leonieke is een van de meest gerenommeerde rouwtherapeuten van Nederland. En ze helpt al meer dan 25 jaar mensen die te maken krijgen met grote verliezen. Ze is dan ook bekend van vele tv-programma's, bladen, kranten en radio-uitzendingen. En is de auteur van vele boeken. Oftewel, ze is echt de expert in haar gebied van expertise. En Leonieke is ook eigenaar van de Academie voor Verlies, waar ze andere hulpverleners traint die struggelen met het begeleiden bij verlies. En goed om te weten, Leonieke traint al jaren bij mij aan de Energy Joy Mastery Academy. En we hebben samen meegewerkt aan de wetenschappelijke tv-documentaire over het nieuwe rouwen, die onlangs is uitgezonden op tv bij de NPO. Nou, in deze podcast geven we je een kijkje achter de schermen van deepfake therapy in combinatie met de kracht van mediumschap. Nou, van harte welkom Leonieke. Super dat je erbij bent bij deze podcast nummer 220 alweer van de Shift naar Energy Joy en daar voorbij podcastserie. Nou, wij hebben een tijdje geleden alweer een documentaire opgenomen. Ja, hè? Tijd gaat alweer hard. Het is alweer een paar weken terug. Ja. Dus ik heb daar al eerder over gesproken in de voorgaande podcast. Maar nu is het moment daar. Dus ik vind het super fijn dat je er vandaag bij bent en dat wij samen deze podcast maken. Maar voordat we het gaan hebben over de deepfake therapy, de opnames of de documentaire op tv, wil ik even teruggaan in de tijd. Want er is een moment geweest dat jij naar mij uitreikte en dat jij dus mijn Energy Joy wereld binnenkwam. Wil je daar wat over delen? Ja, zeker. Eigenlijk, ik krijg nu het strijkplankbeeld voor me. Dat ik stond te strijken en ik weet niet waarom ik op jouw podcast terecht was gekomen. Maar ik luisterde naar je en ik dacht, ja, wat heerlijk. Ook inderdaad over dingen kunnen voor je kunnen zien. Een koe, als je denkt aan een koe, dan zie je een koe. En nou, in ieder geval, toen was ik was niet om, maar ik vond het heel leuk. Ik ben heel veel podcasten van je gaan luisteren. En ja, voor mij was het een verrassing dat ik op een gegeven moment hier door het pand liep. En wij zitten in hetzelfde pand. En dat ik opeens, ik dacht, huh, Lisette Lucas zit hier. En ik had natuurlijk wel een beetje verdiept in jouw opleiding. En toen dacht ik, nou, dit is een teken. Ik zeg dan altijd thuis, dit is een teken. Dan zegt mijn man altijd, waarvan dan? Nou ja, dat ik dus met jou verder wilde. Dus zodoende eigenlijk. Ja, heel mooi. En ik kan me dat nog goed herinneren dat je bij mij binnenkwam. En toen hadden we het gesprek en ik kijk dan altijd naar de energie van mensen en ik zag al meteen hele mooie kleuren. Dan weet ik gewoon dat potentieel is aanwezig en ik hoorde van jou van een beetje die twijfel, ondanks dat jij bergen ervaring hebt. Bekend staat als de rouwtherapeut van Nederland, boek hebt geschreven, programma. Er is geen blad, tijdschrift volgens mij waar je niet in hebt gestaan. Dus ik vond dat heel bijzonder dat je bij mij kwam. Vooral, eigenlijk wat ik zeg, word ik er emotioneel van, maar vooral omdat jij je als, in mijn ogen, powervrouw, je openstelde voor de wereld van energie. En eigenlijk voorbij die gebaande wegen en grenzen wilde kijken. In hetgeen ik doe als medium, ja, weet ik, ben ik ook een pionier. En dat wordt niet overal geaccepteerd. Maar jij hebt inderdaad die stap gezet en bent 3 jaar gaan trainen in mijn Energy Joy Mastery Academy. Yeah. Bent inmiddels Energy Joy Practitioner. Zit nu als member in het Momentum. Ik zeg altijd het Momentum traject om de energie van het momentum hoog te houden. Wil je vertellen aan de luisteraar voor jou als rouwtherapeut en zoveel meer wat je doet, het trainen, opleiden van hulpverleners. Op welke manier kan je toepassen? Wat heeft het jou echt gebracht? Ja. Yeah. Ja, wat het mij vooral heeft gebracht is dat al die dingen waarvan ik dacht, ja, dat zit ik hier ter plekke te bedenken, dat ik die serieus mocht nemen en dat ik daarop door mocht voelen.
Dus dat heb ik echt zo bij jou geleerd. Dat neem het serieus. Denk niet dat het je hoofd is. Als mijn aandacht ergens naartoe ging, naar een beeld achter iemand of dat iemand iets aan had. Nu heb ik geleerd, dat zegt iets. Dan gebeurt iets in die energie waar ik dan wat mee kan. En dan hebben we het eigenlijk alleen nog maar over het mens op mens werken. Maar ik werk natuurlijk heel veel met mensen die in rouw zijn, die iemand verloren zijn door de dood. En ik krijg ook heel vaak ja, dingen door. Het klinkt misschien een beetje voor de luisteraar. Nou ja, goed, de luisteraars luisteren Mijn niet. Ze kennen luisteraars jou weten. precies, dus ik hoef dat niet te zeggen. Maar dan kreeg ik dingen door en dacht ik, ja, tuurlijk, nee hoor, lekker bedacht, Leoniek. En dat heb ik zo bij jou geleerd te omarmen en verder te onderzoeken. En jij zegt dan altijd, duik in dat gevoel. En dat ben ik steeds meer gaan doen. En dat heeft zoveel moois opgeleverd in mijn huidige werk om mensen nog beter te kunnen helpen. Prachtig, ja. Want sowieso in jouw meer dan 25 jaar verbinden met mensen. Ja. Uiteindelijk gaat dat hart op. Ik word naar dat hartje, als je de video kijkt nu, naar dat hartje achter jou getrokken. Oh ja, En je kijkt uiteindelijk naar. is dat het. Het verbinden hart tot hart. Ik wilde ook deze kleur specifiek aan. Ik heb echt een roze fuchsia kleur aan de kleur van het hart. Dan ga je automatisch blenden met energieën, met mensen. En dan kan de wetenschap, hè, ontkennen of het er wel of niet Ja. is. We weten, alles is energie. Ja. Energie kan nooit veranderen. Het kan van vorm veranderen. Maar het zal er altijd zijn. Dus ja. Ja, en ik denk ook, weet je, op het moment dat we vanuit die energie gaan praten, dat degene die het ontvangt, daar resoneert het wel of niet bij. He, we hadden laatst nog in ons momentum hebben we natuurlijk ook een oefengroep met wie we nog regelmatig bij elkaar komen. En we hadden zo'n moment dat iemand iets ging zeggen en ik dacht, nou, dit gaat niet over mij, dit gaat over mijn collega-student die hier naast me zit, of student zijn we eigenlijk niet meer. Maar... En dat klopt ook precies. Dus je voelt het haakt of het haakt niet. En dat, als de ontvanger dat weer serieus kan nemen, dan kom je ergens. Ja, precies. En sowieso, nou ja, wat ik in jouw meer dan bijna 25 jaar, of meer dan 25 Ja. jaar ervaring, ben je al zo gewend om vanuit je empathische kracht, vanuit je hart te verbinden met mensen, dat je doet het eigenlijk al. En, maar zonder dat we het doorhebben. Ja, Het is precies. zo normaal. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Hè? Dat weet je ook, dat het is normaal. Het is alleen dat label wat er wordt aangehangen. Dat schrikt soms mensen af. En of het nou over deepfake therapie gaat, over mediumschap. Het is anders, het is nieuw. Maar Ja. ja, daarvoor maken we ook deze podcast. Hè? Ja. Om dan ja, meer de mind te openen. Nou, ik heb het al een paar keer benoemd, hè, de deepfake therapie. Ik weet nog dat jij dit voor het eerst benoemde toen je bij mij in de training zat. En het grappige is, na de documentaire waren er ook mediums die erop reageerden. Want diep, en vooral dat woord fake, gekoppeld aan therapie. Vertel, Ja, ja, wat ja. gebeurt er? Het is een combinatie die gekozen is, niet door mij, maar dat doet er verder niet zo heel veel toe. Maar ik snap heel goed dat, kijk, alleen het woordje fake roept al iets op. Hè? En dan zeker van hoe kan je in rouwtherapie een deepfake gebruiken? Is dat wel ethisch? Nou, alle vragen die daarbij bij opkomen. Maar het is wel precies wat we doen. Dat is, we maken natuurlijk een fake van en een deepfake. Dat is, we kennen de term allemaal. Dat gaat erover dat wij iets manipuleren, dat we iets gaan transformeren tot iets wat het eigenlijk niet is. En dat gaat in dit geval om de foto van iemand die dood is, die we dusdanig manipuleren of omvormen. Ik vind manipuleren ook wel weer een naar woord. Tot een videootje, een kort videootje, waar je iemand een beweging ziet maken, waarbij de ogen bewegen en de mond bewegen. Waardoor het dus lijkt alsof die persoon leeft op dat moment. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk de kracht van deze therapie, hè? Om even nog een stap terug te gaan. Wat inspireerde je om met deepfake therapie te werken? Ja. En wat heb je ontdekt tijdens het toepassen van deze Ja. sessies? Ja. Nou, ik word altijd heel erg blij van nieuwe dingen. Ik vind dat ik hou van nieuwe dingen bedenken. Ik bedenk ook altijd van alles omdat ik denk dat daar de mens in rouw mee geholpen is. Want dat vind ik belangrijk. Het gaat niet om mij, maar het gaat om de mens in rouw. En toen die deepfake, er was een oproep van Roshan Nayal. Hij heeft voor zijn eindexamen aan de Filmacademie, ging hij dit doen. En hij zocht een rouwtherapeut, misschien een therapeut, weet ik niet eens meer. Maar ik ging meteen aan. Ik dacht, dit wil ik. Dit is zo voor mij. Ik deed het al in mijn praktijk met visualisaties, waarin we mensen, en deze oefening kennen alle rouwtherapeuten, kennen dit, een visualisatie waarin je degene die dood is ontmoet in je eigen mind. We kennen ook allemaal de lege stoel. Dat is zo'nzelfde soort oefening waar je gaat praten tegen een lege stoel, alsof dat je overleden is. We kennen het brief schrijven. Daar doen we allemaal niet meer moeilijk en raar over. En in mijn praktijk merkte ik de waanzinnige kracht. Ik denk dat het een van de meest krachtigste oefeningen is
in de therapie, waarin mensen degene die dood is gaan ontmoeten in hun hoofd. En toen ik dit hoorde van die deepfake, ik dacht, wauw, dit is de next step. Dit is weer om het nog krachtiger te maken voor de mensen in rouw. Dus ik, ja, daar ging ik op aan. Dat trok mij meteen aan. Ik denk, dat wil ik nader gaan onderzoeken. Daarvan wil ik voelen, hoe gaat dit werken? En zo ben ik erin gekomen. Ja, heel mooi. En wat je zegt inderdaad, hè, uiteindelijk is het die visualisaties, het gebeurt in de mind. En dat uiteindelijk brengt die transformatie. En Precies. ik praat vanuit medium op een andere manier, vanuit de energy joy frequentie in het werk. Dus dat is soms inderdaad, het jargon is soms wat anders. Maar jij noemt het heel mooi de next step. Ja, zeker. Ja. En die next step, wat is voor jou de reden geweest om dat echt te omarmen, om Ja. jou eigenlijk kwetsbaar op te stellen. Ja. Ik denk dat het de rouwende nog weer verder kan helpen. Omdat ik werk natuurlijk al ruim 25 jaar. Je hebt het al een paar keer gezegd. Ik zie mensen worstelen met unfinished business, met dingen die niet uitgesproken zijn, met spijtgevoelens, met de had ik maar's. Al is het maar op een sterfbed dat je net vergeet dat washandje op zijn hoofd te leggen en dan gaat hij dood of je bent net even de kamer uit. De impact daarvan, van dingen die je niet kunt afmaken, die is enorm in een rouwproces. En dat, nou goed, met die visualisatie doet dat natuurlijk al heel veel. Maar ik denk juist met zo'n beeld erbij. En dat je ook nog eens een keer de overledene het hoort zeggen. Ik doe niet voor niks dit. Hè. Dus voor de Tussen luisteraar, aanhalingstekens, ja precies, ja. ik maak nu quotes. Want je hoort natuurlijk niet echt de overledene zeggen. Maar het werkt wel. En het is dus een stap verder om het nog echter te maken als komend vanuit de overledene. En daarom vind ik het zelf ook zo belangrijk om het met een medium te doen aan de andere kant. Want ik weet dat Roshan Nayal wilde stemacteurs gebruiken. Ik weet ook nog dat ik toen tegen hem zei, waarom wil je niet een medium gebruiken? Maar dat wilde hij niet, dat vond hij te ver gaan. Hij wilde met een stemacteur doen. En ik denk, ja, we kunnen het dus nog echter maken als we eigenlijk de kracht dan van een medium, want ik weet ook hoeveel mijn cliënten hebben gehad aan een bezoek aan een medium. Echt, dat is waanzinnig. Dus ik weet dat daar nog weer een extra toevoeging aan Kippenvel. zit. Ja, precies. Ik krijg het zelf ook. Ik word er zo enthousiast van. Dat ik denk, dat is, als we dat dus aan de rouwende kunnen bieden. En het beeld, want het beeld is zo krachtig. Die stem klopt niet. En toch zeggen mensen dan na een halve minuut, ja, dat was eigenlijk helemaal niet meer belangrijk. Want dat beeld is alles overheersend. Dat je jouw overledene ziet in dat scherm. Nou, iedereen die die computer openslaat, of als dat beeld verschijnt, gaat huilen. Omdat het zo binnenkomt. Het is, ik kan het niet eens, dat moet je echt gedaan hebben om te kunnen voelen. En ik weet natuurlijk dat er heel veel criticassers zijn en sceptische mensen. Dat is ook goed, hè? Want het is een nieuwe techniek. Moeten gaan onderzoeken of dat goed inderdaad werkt. Dus we moeten ook kritisch blijven. Altijd. Maar ik heb gezien en gevoeld wat het doet. Ik zat ernaast. En iedere keer weer, je ziet dat ook in die laatste documentaire, waarin Angela haar zus ontmoet. Ik zit daarbij met een heel verdrietig gezicht. Omdat ik haar verdriet voelde. Zij zag haar zus. En er ontstond zo'n enorme verbinding. En die voelde ik ook. Dus ja, daarom heb ik het omarmd. En die is het voor mij echt een next step. Die het nog krachtiger maakt. Ja, prachtig. En omdat je dit nu aanraakt, wil ik daar ook even een beetje op uitweiden. Omdat dat werd op tv, in de documentaire die we hebben gemaakt vanuit NTR Wetenschap. Programma heet Focus, uitgezonden op NPO 2. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb als medium meegewerkt. Dat is er volledig uitgeknipt. Ze hebben mij neergezet als hypnotherapeut. Wat ik absoluut ook ben. Maar dat geeft al aan van, hè, het is een wetenschappelijk programma. Dus dat botste. Hoe noemen we dat? Dat Ja. werkt nog niet. Hè. De opnamedag die is geweest, waarin de sessies zijn geweest met inderdaad Petra, de presentatrice en haar oma. En Angela, haar sessie. De energie voor heel het team. Het was zo voelbaar, zo tastbaar. Het hing in de lucht. We Ik zaten in ook. deze ruimte waar we nu zitten. We zitten vlak bij elkaar. Hè? We kunnen Ja. elkaar aanraken hier. Leuk, ja. Ja. Maar in deze ruimte gebeurde het. Op een gegeven moment werd het zo warm hier. Maar dat had puur met de verhoging van de frequentie te maken. En alles wat er in beweging is gezet. Ja, en dat is ook iets dat kunnen wij nu mooi vertellen. En dan denk je waarschijnlijk nog van ja, oké. Maar dus mijn advies ook, wanneer je voelt van oké, misschien is dit voor mij, ga het voelen, ga het ervaren. En het kan spannend zijn, het kan zelfs eng zijn, en die reacties zagen we ook voorbij komen.
Maar de kracht is niet in woorden uit te drukken. Dat Nee, is, dat absoluut niet. gebeurt in en om je heen. Dus inderdaad, ik weet al inderdaad dat we ook hier stonden met de prestatrice. Die het gebeurt eigenlijk in elkaar aankijken. Haar oma kwam nog steeds zo dichtbij. Die is de hele dag dichtbij geweest. Mijn gezicht ging trillen op een manier zoals ze nog nooit heeft getrild. Maar dat was eigenlijk de spanning van oma die op dat moment doorkwam. Ja, er zijn zoveel mooie verhalen omheen. Ik weet niet of het gepast is om daar meer over te delen op dit moment. Maar ja, ik noem het inderdaad magisch. Ja. Oké, okay, dus van eigenlijk vanuit die magie is het voor de luisteraars misschien ook mooi inderdaad. Want het is de vergelijking. Hè? We hebben de deepfake therapie, het mediumschap. En de traditionele therapie voor rouwverwerking. Ja, daar Kan wil ik wel je, meteen op ingaan, want dat is wel een beetje het misleiden in het woord therapie. De deepfake is niet een hele therapie, het is maar één gesprek. En het is een heel klein onderdeel van de therapie, net zoals zo'n visualisatie is ook een onderdeel van een sessie. Soms duurt het een hele sessie, maar de deepfake is dat ook. Dus het is niet zo dat iemand in therapie gaat en constant met die deepfake bezig is. Sterker nog, dat vind ik ook zo bijzonder om te merken, mensen doen die deepfake. En trouwens, wil ook meteen even zeggen, ik bied hem niet aan mijn eigen cliënten. Als mensen weten dat ik het doe en ze vragen ernaar, dan kan het natuurlijk. Maar ik ga niet in een therapiesessie zeggen, zullen we een deepfake doen? Want we weten ook dat cliënten zich dan, dat ze dan gaan denken, oh, dat zal Leoniek dan wel heel belangrijk voor mij vinden. Dus laat ik maar ja zeggen. En dan zou je iemand raken, want je kan een beetje dat ethische vlak. Dan zou je iemand kunnen brengen naar een stuk wat ze eigenlijk niet willen. Dus ik heb het daar helemaal niet over in mijn therapiegesprekken. Mijn aanvragen voor de deepfakes komen van buiten. Die komen van buiten mijn cliëntele, die dat hebben gezien op internet, weet dat ik dat doe. En waar wilde ik ook weer heen met dit verhaal? Oh ja, dus therapie, het is maar één gesprek. En wat ik dus bijzonder vind, is dat mensen, dat geeft heel veel effect. Ik heb altijd dan even nog een follow-up. Een paar weken later stuur ik een vragenlijst, hebben we nog even contact. En mensen zeggen, ik heb er zoveel rust uit gehaald. En wat ik zo mooi vind, het blijft. Dus ik heb ook mensen, dat was zeker naar aanleiding van die documentaire, mensen die het al eerder gedaan hadden, de documentaire hadden gezien en gingen reageren op social media en zeiden, ik heb er zoveel aan gehad, het heeft me zoveel gebracht. Maar ze doen het maar één keer. Dus het is heel raar. Het is net alsof dat ene moment is nou net het moment. En het gaat juist om die unfinished business. Het gaat niet om om een band in stand te houden via een computer. Maar het gaat erom iets uit te werken. Want dat is natuurlijk een vraag die we heel veel krijgen. Wat als mensen nou uiteindelijk alleen maar achter die computer willen blijven zitten? Maar ja, Lisette, vertel jij het maar. Want hoe gaat dat in jouw mediumschap? Ik denk dat mensen één keer, misschien twee keer komen. Of komen ze elke week? In principe vanuit het mediumschap, zoals ik ben getraind vanuit het Engelse mediumschap. Mensen komen bij je, doen, ik zeg altijd, wanneer je als medium het werk goed doet, dan in principe hoeft iemand maar één keer per jaar te komen. Of de meeste zag ik eigenlijk nooit meer. Ja, precies. Dus dan weet je, hè, dat er iets is aangeraakt en dan zeg ik, vlieg maar verder. En dat is de kracht, ja, mooi dus inderdaad. Nou ja, want ik heb ook een keer een cliënt gehad. En die was al lang mijn cliënt niet meer. Maar die vertelde, ze was naar medium gegaan. En het ging om haar dochtertje, die was overleden. En iedere keer ging ze weer. En dat vond ik heel krachtig van dat medium. Toen na 7 keer had dat medium gezegd, maar je moet maar niet meer komen, want dit is niet de bedoeling van mediumschap. En daar was ik heel blij mee om dat ook te zien. En dat raakt natuurlijk zo erg aan die deepfake en die vragen die we daarover krijgen. Mensen hebben, nou, deze verhaal toevallig wel de behoefte. Maar heel vaak, wat jij ook zegt, Lisette, hebben mensen niet eens die behoefte. Mensen zijn nog steeds weldenkende wezens. Die snappen ook wel, ja, die persoon zit in de computer. En ik heb nu mijn unfinished business uitgewerkt. En nu is het goed. Misschien wil ik het nog een keer, omdat er nog iets oplopt. Maar ik heb wel een vrouw, die heeft het 2 keer gedaan. Maar 2 keer met een verschillende overledene. Ja, omdat ze gewoon had gemerkt hoe mooi het was voor haar. Ja, heel mooi, heel bijzonder. Terwijl je dit benoemt, Leonie, ga ik opeens terug naar inderdaad de opnames die hier hebben plaatsgevonden. En er wordt door de presentatrice de opmerking gemaakt van, jullie nemen eigenlijk de mensen in de maling. Wat wil jij daarover aanvullen? Ja, dat vind ik dus niet, want we pretenderen niet iets met ze te doen wat we niet doen. Dus we zijn heel open en heel transparant. Mensen weten precies, ze hebben zelf de foto aangeleverd. Ze weten dat die foto bewerkt wordt tot een bewegend beeld. Ze weten dat aan de andere kant een medium zit, dat het niet hun overleden is. Ik zeg ook altijd, je gaat niet praten met Jan, maar ik zeg altijd van, je gaat een ontmoeting hebben.
Je kan denken dat is hetzelfde, maar hij is toch net wat anders. Hè? Want als ik zeg je praat met Jan, dan leg ik daar een connectie in. Maar het is een ontmoeting met het beeld van Jan. Hè? Dus, en ze weten, nogmaals, zit een medium achter. En daarin gebeuren heel veel mooie dingen in die gesprekken. Ja, en dat gebeurde inderdaad ook tijdens eigenlijk die opnamedag. En ja, het zijn heel veel mooie momenten. En vanuit privacy gaan we daar verder natuurlijk niet dieper op in. Maar ja, de energie was voelbaar, tastbaar. Ja. En zoveel lagen zijn aangeraakt. Ja. En dat was Dus. natuurlijk heel leuk, want kijk, Petra zelf als presentatrice had daar natuurlijk ook een bepaalde sceptische blik over, maar ze heeft het gevoeld. Ze heeft gevoeld ook wat jouw woorden over haar oma deden. Ze voelde hoe het binnenkwam, ze voelde hoe het resoneerde. En ik zeg altijd, ja, wat resoneert? Ja, dat zal dan waarschijnlijk ergens iets raken wat klopt. En dat is het werkt door op een niveau waar we op het moment dat de sessie plaatsvindt niet eens bij kunnen waarschijnlijk. En ja, dat is de kracht. En ik voel zelfs vanuit Spirit hier dankbaarheid voor. Omdat het maakt uiteindelijk niet uit. Het gaat erom dat mensen verder kunnen op een manier die goed voelt voor hun. Toch zeg ik dat op de... Ja, Ja. daar gaat het om. En waarom? Dat is altijd weer mijn vraag. Waarom zetten wij onze poot dan stijf daarin? Als het toch mensen verder helpt, als we maar open blijven, we moeten open en transparant blijven. En we nemen mensen niet in de maling. Dus als het dan mensen verder helpt, prima toch? Dat is het. Het gaat er niet eens om op wat voor manier, maar als het werkt op Ja. vele niveaus, hè? Zoals jij hier in het aardse en zowel de spirituele wereld. Vanuit het mediumschap gaat het om heling, heling hier op aarde. Maar soms is het nog belangrijker, dat klinkt misschien raar om zo te zeggen, in de spirituele wereld. Want stel je voor dat je zo graag iets wil zeggen tegen jouw dierbare, maar je kan je stem niet meer gebruiken. Of je probeert op allerlei manieren te laten zien en te laten weten dat je dichtbij bent. Nou, hoe mooi is dit dan? Nou, hè. Dus ja, nou sowieso, Leonique, naast psycholoog, naast therapeut, energy joy practitioner, wat ben je? Hypnotherapeut ben ik ook, Hypnotherapeut ben je ook. De whole package. En ja. dat vind ik ook zo mooi. Alles wat voorbij komt, je pakt het aan, je gaat ervoor om bij te kunnen dragen aan een ander. Hoe zeg je dat? Om bij te kunnen dragen aan? Ja, aan een ander toch wel, Ja, ja. ja. Hoe combineer je als therapeut, hulpverlener, hypnotherapeut, alle expertises, hoe combineer je dat ook als professioneel medium? Ja, vooral in stilte zou ik willen zeggen. Dus er zijn maar weinig cliënten die van mij weten dat ik ook het mediumschap beoefen. En ik doe dat natuurlijk niet op het niveau waarop jij dat doet, helemaal niet. En ik ga ook helemaal niet voor zalen staan, dat is niet mijn bedoeling. Maar in de gesprekken met mijn cliënten kan ik wel regelmatig voelen wat een overledene zou willen laten zeggen. En dan ga ik dus niet zeggen, oh, maar hij vertelt me nu dit of dat. Nee, maar dan ga ik het tentatief brengen. En dan zeg ik, goh, zou het ook als je, jij kent je partner. Zou het kunnen zijn dat jouw partner misschien er veel meer naar zou kijken vanuit. En dan breng ik dus dat standpunt in, wat ik min of meer dan voel. En dan zie ik wel iets gebeuren bij de cliënten. Komt er een shift? Want ze vergeten ook vaak hoe die partner was. En dan hebben ze daar bepaalde ideeën over, die vaak oordelend zijn, die dan helemaal niet zo hoeven te zijn. Dus zo gebruik ik het. En naast natuurlijk mediumschap, hè, werken we ook mens tot mens, kunnen ook veel meer die energie van de cliënt tegenover me invoelen. En dat heeft me ook zoveel verder gebracht. Dus daardoor kan ik ook steeds meer zeggen: goh, ik heb het gevoel dat er ook dit of dat nu bij je gebeurt. Klopt dat? Herken je dat? En zo, dus zo combineer ik het. Maar ik ga dus niet zeggen, nou, ik ben medium. Ga ik eens even jouw partner erbij halen. Want nog steeds een spirit vrije wil. Ja, moeten we ook nog maar zien of die komt. Dus, maar het gebeurt vaak wel in de sessies. Het is mooi dat je inderdaad de vrije wil ook aanraakt, want dat is vanuit het mediumschap ook heel belangrijk om te weten. Dus laten we het even hebben over de ethische richtlijnen. Ja. Welke volg je bij het toepassen van deepfake therapy? Ja, voor mij is het voldoende als de nabestaande het wil doen. De foto wordt dan bewerkt, maar ik zal nooit beelden daarvan naar buiten brengen. Dus dat is voor mij de ethische richtlijn. En ik ga ook geen dingen zeggen die ik ter plekke zit te verzinnen. Of als ik met de mediums werk, zullen zij dat ook niet doen. En een andere ethische richtlijn is altijd checken of ik denk dat iemand het aan kan. Want ik heb natuurlijk van tevoren wel een gesprekje met de mensen. En dan ga ik wel invoelen van, goh, speelt hier misschien een psychiatrische problematiek? We moeten deze nieuwe techniek gaan onderzoeken of dit voor iedereen kan. Want ik kan me voorstellen als jij in een psychose zou kunnen raken en je gaat dat doen, die ontmoeting met je overleden, dat er iets gebeurt. Dus dat is ook wel een van mijn ethische dingen.
En ik zal het dus ook nooit zomaar vrijgeven. Ik zal altijd willen dat het onder mijn begeleiding gebeurt, omdat ik dan vinger aan de pols kan houden. Ik zit er ook altijd bij. Of dat nou is omdat we allemaal in onze eigen ruimte zitten met onze eigen computers, maar ik ben er wel bij. Dus ik ben altijd weer voor de opvang. En als ik denk dat als dingen een eigen leven gaan leiden, ik denk, oeh, dit gaat niet goed voor de nabestaanden, zal ik er altijd in komen. Dan ga ik vragen stellen en dan ga ik onderzoeken. En op die manier, dat is mijn ethische richtlijn. En bij het tv-programma hebben ze ook gezegd, hè, je mag geen beelden laten zien van degene die dood is, want die heeft geen toestemming meer kunnen geven. Maar voor mij is het voldoende als de nabestaande toestemming geeft dat dat gebruikt wordt. Mooi, mooi inderdaad. En dit is interessant raakvlak. De stukken overlappen en sommige stukken niet, omdat vanuit het mediumschap zeggen ze, en in Engeland zijn er hele strenge regels voor, wanneer iemand leeft, mag je dus niet als medium met de foto van een levend persoon werken, mits die persoon toestemming Oh heeft gegeven. ja. Wanneer je als ouders met foto's van kinderen komt, onder de 16, hè, dan mag dat, want dan geef je als ouder toestemming. Daarboven moet je het al aan het kind zelf vragen. Dus dat is sowieso belangrijk om te weten. Maar wanneer iemand overleden is, dan hebben de personen in spirit, die hebben vrije wil. Dus dat betekent, zelfs ook met een deepfake sessie, dat wil niet zeggen dat ze daadwerkelijk dichtbij komen. Meestal gebeurt het wel, dat is mijn ervaring tot nu toe met de sessies waar ik aan mee mogen werken. Staan ze bijna te trappelen om mee te werken? Dat is echt ja, bij de tastbaar. Dus spirit, het is sowieso aan spirit of ze wel of niet dichterbij willen komen. Doe je een deepfake sessie en voelt het medium spirit niet dichtbij, ze kunnen altijd psychic met de foto werken, waardoor de informatie ook naar voren komt. Dus er zijn verschillende manieren. Het wordt gewoon krachtiger wanneer je met een medium werkt. Toch? Zeker, Ja. absoluut. Ja, Ja. zeker weten. Heel mooi. Ja, het is gewoon heel mooi. Ja, precies. Dus nou ja, wanneer je voelt, hè, dat dit resoneert, en wat is dat resoneren? Dat het ergens bepaalde nieuwsgierigheid triggert. Misschien ook wel dat spannende gevoel, maar ja, reik uit. Ik zal de show notes trouwens op www.lisettelucas.com/220 zal ik ook alle informatie zetten. We hebben ook via social media en via verschillende kanalen allemaal vragen ontvangen waar we op hebben geantwoord. Dus die vragen zal ik ook als een soort Q&A onder in de show notes zetten. Nou, je weet, Leonieke, ik zie jou als visionair, als pionier op dit gebied. En ja, dat voel ik ook, want zo sta ik er zelf ook in. Maar wat is jouw visie op de toekomst van deepfake Ja. therapy? Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, dat dit nog helemaal niks is. Deze manier van de deepfake doen is nog behoorlijk onschuldig als je kijkt naar wat er al bedacht wordt, hè. Ik bedoel, ik heb ooit dat hebben we ook bekeken voordat we de allereerste documentaire maakten met Roshan Nayal, de aflevering Be Right Back bij Black Mirror. Nou, als je ziet wat daar gebeurt, en dat is de toekomst. Uiteindelijk komt die overledene als een robot terug in haar huis. En dat wordt zo verder verfijnd. Die leeft gewoon weer als een persoon op zolder. En dat is wel waar we naartoe gaan. En dat willen we allemaal niet, maar het gebeurt wel. En daarom, we kunnen allemaal onze hakken in het zand zetten, maar het is bezig. Ik weet zeker dat op de dark web of waar dan ook, zijn er allerlei mogelijkheden om overledenen terug tot leven te brengen. Er zijn allerlei chatbots, hè, dat hebben we ook gezien in de documentaire van de Focus, waarin je al een gesprek kunt hebben. Het is er. Dus beter kunnen we dan zorgen dat het goed begeleid wordt, dat we goed onderzoek gaan doen, dat we kijken, nou, dat we ook een soort waarschuwing uit kunnen brengen van voor mensen die dit en dat meemaken, doe dit niet. Maar het is er. Dus de ontwikkeling gaat enorm hard. En ja, dat is het. Dus dat is mijn visie. Ja, mooi. Ja, Ja. en dat uiteindelijk beleven we er al in. Precies. En dat is, mijn moeder had de documentaire gekeken en daarna de volgende dag hadden we het gesprek erover. En toen zei ze, ja, maar met die concerten, toen zei ze, hoe heet dat ook? Ik zeg, met die holograms, dat mensen naar concerten van overleden mensen gaan. Ik bedoel, waarom zou je het, hè, dat is toch Ja. een interessante Ja. vergelijking. En dat gebeurde bij haar, Ja. dus ja. Dus we zullen ook, denk, als we dan over het hele fenomeen rouwtherapie nadenken, zullen we een hele andere vorm van therapie moeten gaan bedenken die daar ook mee speelt. En spelen in de zin van, kijk nu ook, als jij een goede rouwtherapeut bent, dan weet je dat de rouwtheorie de basis is van hoe jij begeleidt. Die theorieën zijn er niet voor niets. Dan weet je ook dat er een bepaalde opbouw in de therapie zit. En nu zal die opbouw veel meer die AI erin moeten betrekken, zodat uiteindelijk die rouwende nog steeds gaat leren, ja, maar hij is wel echt dood. En dat doen mensen als vanzelf nu, hè, tot nu toe, zoals ik het heb gezien,
gaan alle mensen uiteindelijk het leven weer omarmen. Ze gaan altijd door, want ze staan iedere ochtend op. Dus mensen zeggen altijd, je moet wel doorgaan, maar dat gaan ze wel. Maar dat leven weer omarmen, om die overledene de plek te geven die die hoort te hebben, namelijk in het waar dan ook, maar vooral in het hart en in de herinnering. Dat doen mensen vanzelf al. Terwijl in eerste instantie staat die hele kamer vol met fotolijstjes. En wordt er geschreven naar de overledene en wordt die heel dichtbij gehouden. Dan in het begin zegt niemand van je moet hem wel loslaten hoor. Maar na 3 maanden zegt ze nou moet je niet eens die lijstjes weghalen. Nou goed, daar heb ik allemaal mening over. Heb ik heel veel podcasts over opgenomen en blogs over geschreven. Maar waar het mij om gaat is dat bijna iedereen heeft de veerkracht om hier uit te komen. En uiteindelijk te bedenken ja, hij is wel dood. En dat vertrouwen raken mensen nu die naar die deepfakes kijken een beetje kwijt. De criticasters schieten meteen door en denken dat gaan ze nooit meer doen. En dat is denk ik niet zo. Omdat we allemaal, we zijn weldenkende mensen. Dus wij zien heus wel als we die computer openslaan. Ja, dat beeld beweegt nu voor de 60ste keer zo. Ja, nu weet ik het wel. Dus laten we ook vertrouwen houden in de mens zelf, in de rouwende zelf, die ook nog steeds kan nadenken en ook nog steeds weet waar die mee bezig is. Ja, heel mooi. En dat is belangrijk. En dat, eigenlijk voelt dit als een mooie overgang naar, jij werkt of jij traint hulpverleners. Je hebt je academie voor verlies. Dus het is vooral belangrijk dat mensen geïnformeerd worden. Op welke manier zou jij hier informatie over willen delen richting jouw collega, hulpverleners? Ja, nou, ik denk ook van kom eens een keer kijken. Heb het er eens met me over. En nogmaals, ik heb al heel veel blogs over geschreven en video's over opgenomen. Maar als je nieuwsgierig bent en je zou zelf zeggen, goh, ik zie dat eigenlijk ook wel zitten. Zoek contact met me en dan kunnen we kijken hoe zouden we dat in het werk kunnen gaan stellen. Kan ik jou ook in contact brengen met mediums? Hoe ga ik jou leren met die technologie om te gaan? Wat echt niet moeilijk is hoor, want er zit gewoon 3D-universum zitten achter. Dat is het IT-bedrijf. Maar wij als hulpverleners hebben daar wel iets in te doen natuurlijk. Hoe kunnen inderdaad hulpverleners jou bereiken als ze getraind willen worden in het... Ja, nou voor de hulpverleners zou ik zeggen info@academievoorverlies.nl. En mocht je behoefte hebben ook om het te gaan combineren, eigenlijk zoals jij het hebt gedaan, dan is uiteraard ook de Energy Joy Mastery Academy daar. En ja, het Ja, sluit naadloos op elkaar aan. En absoluut. ik zeg altijd, de mensen die werken met andere mensen, die zijn van nature al heel erg, ik praat dan in kleuren, groen of in dit geval ook roze. Dat zijn de mensen die heel empathisch zijn, die heel erg... Ja, makkelijk kunnen verbinden. En dat gebeurt altijd vanuit energie. Dus het zit er al. Het is er al. Het is even weer herinnerd worden aan die essentie. Dus dat is wat ik wil meegeven. Nou, Leoniek, is er nog iets wat je wilt delen? Dat je zegt van dit hebben we nog niet aangeraakt. Ja, nou, wat ik misschien vooral, het is wel min of meer aan bod geweest, maar hou een open mind. Ook voor de dingen die nieuw zijn. Hè. Toen we hier net mee begonnen, toen zeiden we altijd, ja, toen de stoomtrein in beeld kwam, dacht iedereen ook dat de duivel werd binnengehaald. En nu stappen we in de TGV naar Parijs. Dus hou een open mind. Durf het aan te gaan. Onderzoek wat het doet. En wees niet bang dat als je een deepfake doet, dus als rouwende zelf, dat je daarna helemaal terugvalt. Want dat is niet aan de orde. Dat wat ik tot nu toe heb gezien bij de mensen die het hebben gedaan, die zijn er alleen maar beter van geworden. Dus hou een open mind, ook voor de criticasters. Maar laten we vooral wel de vragen blijven stellen die belangrijk zijn. Maar schuif het niet zomaar opzij. Heel mooi. En inderdaad, de open mind is eigenlijk het belangrijkste wat er is. En ik vind dat een hele mooie om af te sluiten. Nou, het feit dat je dit hebt geluisterd en hebt tot hier bent gekomen, geeft al aan dat jij die open mind hebt. Dus prijs jezelf en wees lief voor jezelf. En ik wil je enorm bedanken, Leoniek, voor het creëren van dit moment. En mocht je vragen hebben, dan kan je naar de show notes gaan. Daar vind je onze gegevens. En we kijken ernaar uit om jullie te horen en te zien. Dankjewel, ook jij, Lisette. Graag gedaan. Tot snel. Bye bye. Doei. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme Energy Joy Mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energieslurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten? Om krachtig op high frequency, high value en high end level vanuit die vrijheid en je soulful zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.